Ik ben Jurgen Spijkers, ik ben 16 jaar oud en dit jaar heb ik de Masters of Bremen op mijn naam geschreven. Ben ik tweede van Nederland geworden, ben ik tweede in Tsjechië geworden en dit weekend ook nog tweede in Berlijn geworden. Ik ben begonnen met judo toen ik ongeveer 4 of 5 jaar oud was, hier bij Jan de Rooij in Goorlen. En hebben ze toen meteen ontdekt dat je talent had? Ja, meneer de Rooij ontdekte dat ik talent had. Na een paar keer trainen al, toen vroeg hij of ik vaker in de week kon komen trainen. Hij heeft een geweldig doorzettingsvermogen. Hij is van niemand bang en hij luistert goed. Tenminste wat judo betreft. De rest, daar durf ik mijn hand niet meer in het vuur te steken. Een grootste voorbeeld is Grim Vuisters. Die heeft al een paar mooie prijzen te pakken en heel wat nationale titels. En ik hoop dat ik hem kan evenaren of zelfs nog beter kan worden. Want hij komt ook hier uit Goorlen. Ja, hij traint hier ook bij Jan de Rooij. En ik train vaak met hem en hij gooit me nog steeds alle kanten op. Nou, ik heb een paar nationale titels op mijn naam staan. En ik hoop dat ik dit jaar een EK of WK titel te pakken kan krijgen. En ik krijg vandaag te horen of ik daarna toegezonden word. En dan gaan we kijken hoe ver ik kan komen. En hoe schat u zijn kansen in? Nou, hij heeft nu al een paar toernooien gewonnen en een zilver. Ja, dus hij zit in ieder geval bij de top van Europa. En ik hoop dat hij die lijn doorzet. Nou, vanavond krijg ik te horen of ik naar het WK of EK mag. Omdat ik naar de bondstraining ga. En daar zit de Nederlandse judobond. En ik heb een paar prijzen gepakt op de Europa Cups. En dan gaan hun mij vertellen welke toernooien ik krijg op basis van mijn prestaties. En zien we je in 2020 op de Olympische Spelen? Ik hoop dat dat haalbaar is en dat ik daar ook iets moois mee kan pikken, ja.